Die wedstrijd heeft in een geweldige pas begin. Die Wallabies het die bal van die afskop af bemeester en hulle drijfwerk was indrukwekkend. Die lichtblauwe is het echter gauw tot hulle sinne gekom en even indrukwekkend gedrijf. Die Noord-Transvaalse flank, Piet Pretorius, het in die afdeling een bars gespeel. Die strijd is gekenmerkt door die aantal strafskoppe wat die skeidsrechter meneer Ian Rogers toegeken is. Die Wallabies is 23 keer gestraf en Noord-Transvaal net 13 keer. Michael Laina en later Tim Keller het beter palen toe geskop as Luke Smith en Gerbrand Grobler, wat tussen hulle met 8 pogingspalen toe misluk het. Net toe het gelijk het, asof Noord-Transvaal die wedstrijd kon wen, het die besoekerse vleuel David Campesi toegeslaan en 2 briljante drieën gedruk. Hannes Strydom het Noord-Transvaal sy enigste 3 gedruk.